De parkeerplaats van station Nootdorp ligt bezaaid met lachgaspatronen. Jongeren schijnen het gas te gebruiken als drugs. Na het inademen van het lachgas beland je in een korte roes. Het lokale jeugd- en jongerenwerk kent het fenomeen en ligt er graag wat toe. Lachgas, daar zijn jullie vast heel erg bekend mee. Wat is het precies? Ja, lachgas. Nou, de scheikundige benaming voor lachgas is distikstofmonoxide. Het is in principe een medicinaal middel wat veel gebruikt wordt bij bijvoorbeeld tandartsen. De effecten die het heeft op je, nou, je wordt er lacherig van, je krijgt er een warm gevoel van, wordt er eigenlijk een beetje high van. En dat is wat het in principe met je doet als de gewenste effecten. Waarom is het zo populair bij jongeren? Nou ja, omdat het inderdaad die effecten op je kan hebben. Daarnaast is het makkelijk te verkrijgen en is het een best goedkoop middel. En tegelijkertijd zijn de gevaren nog niet heel erg belicht en is het een relatief nieuw middel. Het kan heel schadelijk zijn. Je kan bijvoorbeeld, doordat je te veel inneemt en te weinig zuurstof binnenkrijgt, kan het heel schadelijk zijn voor je hersenen. Je kan flauw vallen. Nou ja, we weten allemaal wat er kan gebeuren als je flauw valt. Je kan heel naar terechtkomen en ook je lichaam kan hele rare trekken vertonen. Dus of het schadelijk voor je is, nou ja, het is zeker wel schadelijk voor je. Wat is nou de meest gebruikte druk in Pijnacker-Nootdorp? Nou, wat wij als jongerenwerk heel veel tegenkomen en wat we ook heel veel horen is alcohol. Nou, ik wil dat wel als druk benoemen. Dat komen wij eigenlijk het meest tegen. Wat doen jullie daartegen als jongerenwerk? We hebben een samenwerking met de gemeente daarin en ook met bijvoorbeeld de sportverenigingen. We geven voorlichtingen. We zijn gericht op de preventieve kant. Deze voorlichtingen geven we zowel aan jongeren als aan ouders. Dit doen we ook op scholen bijvoorbeeld. En in jongerencentra en ambulant, dat is in de buitenruimte. Daarnaast is ook een taak van ons als jongerenwerkers om deze jongeren door te verwijzen naar de verslavingszorg, indien het nodig is. En ik heb het geluk dat ik in het kernteam van Nootdorp zit. En als er hulpverlening moet komen of gewenst is, dan kunnen wij als jongerenwerkers dit natuurlijk inzetten. Jullie slogan is onder de 18 helemaal niks. Waarom nou helemaal niks? En naast die slogan is natuurlijk ons slogan ook blijf fris. En in eerste instantie is dat zo omdat het wettelijk is afgesproken. En natuurlijk omdat het heel erg schadelijk is voor je hersenen als jongere. En omdat het negatieve effecten met zich mee kan brengen als je onder invloed bent. Dus helemaal niks? Nee, helemaal niks.